gaan een TBE doen vandaag, een totale broedentname, totale broedafname, een TBA, ik moet het in het Nederlands zeggen, van twee volken, van veel meer volken, maar twee laat ik er zien, de eerste twee. Zijn ook de eerste twee die ik doe dit jaar, dus ik neem jullie even live mee. Moet je zelf ook weer even inkomen, maar samen komen we er wel uit. Van dit volk en van dat volk. Beide volken zitten op wat oudere ramen. Die zitten nog op 4,9 ramen. Wil ik omzetten naar 5,1. Laat ik misschien ook wel gelijk even zien waarom. Dat bouwen ze lelijk uit. Ook naar 3 jaar nog. Dus daar stop ik mee. Ik ga helemaal over op 5,1. En beide volken hebben nog een honingkamertje. Deze eentje. En deze heeft er nog 1-2 honingkamers. Er zit weinig honing meer in hoor. Dat hebben ze keurig opgegeten. Dus wat ik ga doen is, ik ga het broed eruit nemen. Die doe ik in deze kast. Dat verzamel ik van dat volk en dat volk samen in deze kast. Die blijven op de stand staan. Dus daar geef ik nog wat bijen uit de honingkamer bij. Zodat het broed goed verzorgd wordt. Dan krijgen beide volken 1 raam in het midden wat een uitgebouwd raam is. Daar kan de koningin direct beginnen te leggen. Dat is een soort raam om de koningin ook te binden. Anders heb ik wel eens dat de koningin de kast verlaat, omdat er helemaal niks meer is in die kast wat interessant is voor haar. Dat doe ik van beide kasten. En straks van nog 2 andere volken komt hier nog een bak op te staan met ook het broed nog van die 2 andere volken. Dus heb ik 1 kast nodig voor 4 volken om daar het broed in te verzamelen. Die volken ga ik direct voeren. In dit geval doe ik dat met een voerbak die ik in de kast kan hangen. Dat is zo'n voerbak. De grootte van een raam, een dubbel raam, dat komt in de kast te hangen. Dat voer is dun voer, 1-op-1. Dat heb ik hierin zitten, heb ik al aangemaakt. Dat zit hierin. En in de voerbakken heb ik al in beide gevallen 40 ml B-Strong gedaan. Een eiwitvoer. Dat kunnen ze in het najaar heel goed gebruiken. Ook vooral als je een TBE doet, omdat bij een TBE haal je eigenlijk al het broed. En je moet je voorstellen dat broed is eigenlijk eiwit. Het is een eiwitvoorraad van het volk. He, want de bijen voeren hun larfjes met eiwitten. Dus geven eigenlijk hun eiwitten door aan de volgende generatie. En zo gaan die eiwitten van generatie tot generatie over. Dat halen ze natuurlijk steeds op uit het milieu, uit de omgeving. Maar in het najaar is er niet meer zo heel veel te halen. Dus om te voorkomen dat er dan een soort eiwitval komt, voer ik ze eiwitten bij. Dat is het eigenlijk. Het hele behandelingsverhaal, dat neem ik dan later met jullie door als ik dat ga doen. Dus ik begin met het vullen van de voerbakken, zodat die klaarstaan. Ik wil altijd snel werken als ik de bijenkast open heb, dus ik bereid zoveel mogelijk voor. Dat kan makkelijker, ik heb daar een schenkemmer voor. Laat ik het dan ook gebruiken. Het is een aparte emmer die ik gebruik om makkelijk te kunnen schenken zonder te knoeien. Het is heel dun, dat hoor je wel. Beide krijgen een halve emmer, dat is ongeveer 5 liter. Dat is niet heel veel hoor. Eigenlijk geef ik liever eigenlijk ietsjes meer, dus misschien vul ik het nog wel eventjes aan. Het liefst begin ik met 7 of 8 liter. En dan over 3 dagen kom ik terug en dan krijgen ze nog een keer zo'n slok. En dan kun je ook overstappen op normaal siroop of 2-op-1 of 3-op-2. Dan hoef je niet meer zo heel dun. Maar vooral voor het uitbouwen is het dunner veel fijner. Het genereert veel warmte en dat hebben ze nodig voor het bouwen. Het stimuleert echt de bouw. Het bouw van nieuwe raad. Het is best wel wat te halen. Nee, ik laat het hier even bij. En ik ben hier eigenlijk over 2 dagen weer. Donderdag. Het is nu maandag, dus woensdag. Dinsdag, woensdag, donderdag. Dus dat is de 3e dag ben ik hier alweer. Dus dan kan ik ze gelijk weer voeren. Ik had nog een beetje klimhulp. Ik gebruik er gewoon wat gras voor op dit moment. Zo, dat ze makkelijker erin en eruit kunnen klimmen. Minder snel verdrinken. Als dat verdrinken, met dit soort bakken eigenlijk niet een issue. Er zitten allemaal ribbeltjes aan die zijkant, dus dat gaat vrij goed. Kunstraad heb ik klaar liggen. Dat is 5,1. Met 32 mm afstands van hart tot hart afstand. Kijk, hier zit ook een mooie voerbak op. Die hebben ze ook in gebruik.
Alleen omdat ik een plank ga plaatsen, wat ik ga doen is ik ga de bijen afslaan uit de broedkamer in de broedkamer. Maar de bijen uit de honingkamers wil ik niet allemaal afslaan, dat geeft erg veel onrust. Dus wat ik daar doe is, als ik de bijen heb afgeslagen in de broedkamer, plaats ik hier een bijenuitlaat op. En die bijenuitlaat die zorgt ervoor dat de bijen uit de honingkamer naar beneden lopen. Het is allemaal veel rustiger, veel minder stress in het volk. Maar dat kost dus, dat nadeel daarvan is dat ik de voerbak niet kan gebruiken. Het enige is wat ik zou kunnen doen, de voerbak er weer onder zetten. Waarbij ik de voerbak open laat, maar dan kan ik niet vloeibaar voeren, kan ik alleen fondant voeren en dat wil ik nu niet. Als ze zoveel moeten uitbouwen. Nou, dan gaan we eens aan de slag. Ik heb dat klaarstaan, voer klaarstaan. Ik heb de plank nog even klaarleggen. Voorkant van de kast aan. De honingkamers. Deze 1, 2 honingkamers zet ik eigenlijk even aan de kant. Dan ga ik alle broedramen in die kast daar, die daar open staat, hangen. Met aanzittende bijen. Dus een beetje bijen. Het hoeft niet veel bijen te zijn, dat broed dat loopt ook uit. Dus heel snel zit daar broed, bijen genoeg in. En ik sla daar een paar raampjes uit de honingkamer bij af. Zodat de broed daar goed verzorgd wordt. Het is 30 graden de komende dagen. Dus heel veel warmte hebben ze ook niet nodig. Ze hebben vooral wat voeding nodig. Dus ik zet daar ook een voerbakje op. En dan krijgen ze ook wat dun gevoerd met wat eiwitten er ook bij. Ik heb daar de planken klaar liggen naast de kas. Dus die plank die zet ik dan, als ik klaar ben met het overhangen van het broed, hierop. Dan komen de honingkamers weer op en dan kunnen de bijen naar beneden aflopen. Belangrijk bij het werken in de bijen is dat je altijd weet wat je gaat doen. Dus probeer het in je hoofd even voor te repeteren wat je gaat doen. En wat je tegen gaat komen. En dan kun je gewoon vlot werken. Is het minder stressvol voor de bijen. Ik zet de honingkamers even aan de kant. Die zijn niet meer heel zwaar. De meeste honing is daaruit. Ja. De moerrooster kan aan de kant, die hebben we niet meer nodig. Twee. We hebben hier 2, 4, 6 ramen. En die geef ik zo ook terug. Dat is vrij weinig, 6 ramen. Kijk even wat dit voor koningin is. Een F1'tje van een tilpmoer die ik aan het testen ben dit jaar. Daar is daar alweer een F1 van. Ik zie dat ze nog wat darrenbroed hebben. En verder is dit helemaal een voerraam. Ik sta in de schaduw, ik moet even in de zon kijken. Nee, ook geen eitjes meer. Dit raam hang ik in zijn geheel met bijen en al in de broedaflegger. En dan zoek ik eigenlijk eerst een raam die ik in het midden kan hangen. Dat is een volledig raam met broed. Dus ik kijk even naar het andere buitenste raam. Ik hoop daar eigenlijk dat het broednest al kleiner aan het worden is en ik daar niet zoveel broed heb. Maar ook hier heb ik veel gesloten broed, dus die kan ik niet als raam gebruiken in het midden. Want dan kan ik mijn behandeling niet goed doen, dus ik pak zelf even een leeg raam. Het is een geel raam, daar wordt de koningin niet zo blij van, maar ik heb op dit moment niet anders. Dus dit raam ga ik neerhangen. En daar komt dan dadelijk daar kan dan de koningin, dat wordt mijn middelste raam, daar kan de koningin direct beginnen met leggen. Ik zoek de koningin niet, ik schud gewoon de bijen af. En dan kijk ik of ik de koningin nog zie. Op die paar bijtjes die er dan zijn, is dat eenvoudig. En dit is ongeveer de hoeveelheid bijen die ik dan laat zitten. Even één keer dichterbij doen. Dit is de hoeveelheid bijen dat het broed mag gaan verzorgen.
Heel mooi gesloten broedraam. Kijk, ik wat bijzonder zie. Nee. Voordat ik het raam erin hang, kijk ik een keer goed of ik de koningin zie. Dat is natuurlijk heel simpel als er maar zo weinig bijen op zitten. Ook weer een prachtig broedraam. Voor eind juli is dat natuurlijk fantastisch. Hoe dit eruit ziet. Zeker geen slechte moer. Deze gaat wel weg. Deze ga ik binnenkort vervangen en dan ga ik op het internet weer een oproep doen. Mensen moeren kunnen afhalen. Dit jaar niet helemaal gratis. Ik ga een kleine vergoeding vragen. Ik heb erg veel kosten gemaakt dit jaar. Kijken of we... Ja, ik heb niet het budget om nu heel veel weg te geven. Zo. En dat hoeft ook niet. Het zijn topmoeren. Dus ja, hier zie ik de moer ook lopen. Dus ik weet zeker dat ze er is. Ik zet er even, als ik het toevallig zie, dan groen gemerkt. Dan zet ik er ook op het raam. Zo, deze sluit ik even af. Die sluit ik ook hier even af. En zo, geen roverij. Dan krijgen die 5 nieuwe ramen van me. Zo. Dus 6 ramen in totaal, die hadden ze ook. Je kunt ook 1 raampje minder doen, je kunt ook 1 raampje meer doen als je denkt dat het volk heel sterk is. Of als het volk juist wat zwakker is. Dan komt mijn voerbak ernaast. Hop, met 5 liter voer, dus een kilootje of 6, denk ik. Nou, meer. Zo. Dan komt mijn plank erop. Ik behandel nu nog niks. Ik zorg er eerst voor dat de bijen gaan bouwen. En op de plank komen dan mijn honingkamers. En dan zijn we eigenlijk al klaar. Wat nu het idee is, is dat alle mijten die op de bijen zitten, die blijven grotendeels leven. En dat betekent dat we die moeten behandelen. Dat doe ik niet nu gelijk. Ik laat het volk eerst even stabiliseren. Ik laat ze even het broednest aanleggen. Dat zal een dag of 3-4 duren. Dus donderdag als ik terugkom op vrijdag, dan is een aantal van die ramen al uitgebouwd. De koningin is al begonnen met leggen en dan ga ik ze 1 keertje behandelen met oxaalzuur. Dat kan sproeien zijn, dat kan verdampen zijn. Dat maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. En daarmee heb je eigenlijk bijna alle mijten. Want er zitten geen mijten in het broed, er zitten alleen maar mijten op de bijen. Dat werkt 1-2 dagen in het bijenvolk, dat oxaalzuur. En in die tijd heeft dat alle mijten geraakt. Als ik Varomet gebruik, hoef ik dat eigenlijk altijd maar 1 keer te doen. Dat werkt nog ietsjes langer door. En vooral als je sproeit, dat werkt gewoon eigenlijk het allerbeste. Omdat je dan via die nevel sowieso al die verspreiding van die oxaalzuur veel beter bewerkstelligt. Dus het ontsnappen van een mijt aan die oxaalzuur is dan al veel moeilijker. Dat doen we na 3 dagen. Daarna hoeven we hier niks meer te doen, behalve voeren. Dus dit volk gaan we dan winter klaarmaken. En natuurlijk even de honingkamers eraf als die leeg zijn gelopen, maar dat is logisch. Dan hebben we de broedaflegger, daar. Hebben we de broedaflegger. Die broedaflegger, die krijgt eigenlijk nog een paar eindjes bijen van me. Dat doe ik als ik die andere ramen er ook in heb gehangen van het andere volk. En die gaan we na 9 dagen behandelen en doppen breken. Omdat ik er dan toch ben om doppen te breken, ik wil niet dat hij een koningin aan
trekken. Ik vind dit niet de juiste omstandigheden om koninginnen te telen. Dus na 9 dagen breek ik doppen en na een dag of 15 geef ik die een nieuwe koningin. Dan na 15, 16, 17, dat is maar net hoe dat uitkomt. En dan na 21 tot 24 dagen is daar al het bloed uitgelopen. In dit geval zit er veel darrenbloed in, dus kom ik na 25 dagen. Dan is die nieuwe koningin aan de leg, maar is er nog geen nieuw gesloten bloed. En dan behandel ik die nog een keer voor de tweede keer. En dan heb ik een nieuw volk gemaakt van die broedaflegger. Je kunt daar verschillende dingen mee doen, maar in dit tijdstip van het jaar maak ik daar eigenlijk alleen maar nieuwe volken van. En dat lijkt heel veel, want ik krijg 12 ramen broed. Maar ja, dat is natuurlijk niet het meest gezonde broed. Dus daar blijven niet heel veel gezonde bijen over. En je hebt nu ook meer bijen nodig om nu voor de winter nog een gezond volk te maken. Nou, kijk gerust mee naar de tweede. Dus dit is het tweede volk. Die staat op een weegschaal. Dit is de voorkant. Daar staat 1 honingkamer op. Daar heeft nog een honingkamer opgestaan waar al een plank tussen heeft gezeten. Dus die ga ik nu nog verder terugbrengen naar 1 broedkamer. En ook hier het broed weer in dit volk hangen. En wat bijen toegeven. En klaar. Kijk, het leek niet veel bijen die ik gaf. Maar je ziet, ondertussen ja, zitten ze zelfs ook al op de deksel. Kijk, wat ook al vaak werkt is gewoon even deze erop zetten. Dan trekken die bijen vanzelf naar beneden. Die willen weg van het licht. Die willen naar het broed. En die ruiken ook het broed. Die ruiken ook dat daar te weinig verzorging is. En die trekken eigenlijk al vrij snel naar beneden. Oh, even kijken of de koningin op moerroosje zit. Nee. Ik haal hier even 1 plank uit. Dat is een geïsoleerde kantraam. Wel met aan allebei de kanten hout. Dat vind ik zelf fijn werken, want dan kun je goed afsteken. Ik vind deze fijner dan de styropor kantramen. Hier zit wel styropor in. Ook hier zien we weer wat darrenbroed. Ik hoor al van mensen dat de darrenslacht is begonnen. Nou, bij mij zijn ze gewoon nog volop in het aanleggen van darrenbroed. Nou, dit is bijvoorbeeld al zo'n raam waarvan ik bedoelde dat ik ze erg lelijk vind uitgebouwd. Ik hoop dat dat dus zichtbaar is, zo in dit licht. Je ziet dat er cellen helemaal niet zijn uitgebouwd, maar dat cellen ook veel verschillende vormen hebben. En dat betekent dat ze eigenlijk niet goed uitkwamen met het uitbouwen. Deze kant ook. Er heeft dan weer darrenbroed aan de andere kant gezeten. Als je dan 32 mm gebruikt, dan bouwen ze dat dus niet meer uit omdat er geen ruimte is. Die darrenbroed is breder. Dus dat is een van de verbeteringen die ik volgend jaar wil doorvoeren. Is dat ik, dit zijn 27 mm toplatten. Maar dat ik voor het darrenraam een 30 mm toplat of 32 of ik weet het eigenlijk niet eens meer. Moet ik even nakijken. Maar ik geloof 30 mm of 31 mm toplat gebruik. Zodat die van zichzelf al breder is, zodat dat darrenbroed goed de ruimte heeft om verzorgd te worden. Nou, ik blader er even doorheen. Dat hoef je normaal niet te doen. Je kunt ze gelijk afslaan. Ik blader er even doorheen om te kijken of ik gelijk de koningin zie en hoe dit volk ervoor staat. Nou, dit is een zeer gezond volk. 3, 6, 8 ramen. En alle ramen die ik tot nu toe gezien heb, op het eerste raam na, zijn vol broed. Dit raam ook. Volledig broed. Nou, ik hoef denk ik niet verder te kijken. Aan deze kant zie ik wat voer, midden in het broednest. Ja, dat ga je nu krijgen, dit tijdje van het jaar. Gaat de koningin toch niet meer al die 8 ramen volleggen. En dit raam is weer van deze kant helemaal volgelegd. Aan deze kant weer zo'n hele lelijke hoek, wat ze dan weer slecht gebouwd hebben. En hier ook weer een heel stuk wat slecht gebouwd is. Dus ja, ik zie wel veel jonge bijtjes. Maar ik zie ook wel veel bijtjes met wat die me te klein zijn, die wat schade hebben.
Ik denk dat die wat schade hebben. Dat is niet klein van kleine cellen, maar klein van schade. Hier loopt de koningin. Een groen gemerkte ook weer. Ook zij gaat denk ik weg. Ja, wel een mooie lijn dit. Oké, daar loopt ze. Wat doe ik even? Ik heb geen kooitje in mijn zak. Of wel? Nee. Ik hang haar eventjes in een lege bak. Dan blijft ze wel op het raam zitten. Zo. Gaan we kijken. Ondertussen zijn hier aan de bovenkant alle bijen weg. En zijn er heel veel bijen naar beneden gegaan. Die hangen er ook onder. Die hangen nu in de kast. Dan hoef ik hier eigenlijk al geen bijen meer bij te doen. Het honingkamertje even aan de kant. En dan gaan we alle bijen afslaan. En dan gewoon bij het eerste raam. En ik hang hem over. Of is dit een leeg raam trouwens? Nee. Nee. Ook weer een erg lelijk raam, dus dat wil ik eigenlijk ook überhaupt niet houden. Ik heb hier overigens nog helemaal geen rookgebruiks. Dus dat is best wel een rustig volk. Fijn koninginnetje. Ja, in totaal een 150-tal koninginnen vervangen. Dus mocht je interesse hebben in een mooie toplijn koningin, er zitten zowel P-moeren bij als F1's, als ook gewoon bastaard koninginnen, maar wel goede. Dan meld je. Voor de F1's vraag ik 25 euro. Dat zijn dus geteste koninginnen. Daar heb ik al een jaar mee gedraaid. Van in ieder geval bekende afkomst, van een goede lijn. Ik dacht dat het wel in één kast zou passen, maar hier hebben we erg veel ramen. Dus dat past niet. Zo, pak ik een mooi raam. Dit volk. Zo, hier hebben we een uitgebouwd raam. Vers uitgebouwd raam, is net gepropelliseerd. Gepropelliseerd betekent dat de bijen eigenlijk er klaar voor zijn om hier de koningin te laten leggen. Dan zijn ze het raam aan het voorbereiden. Dat bruine op die gele was, daar denken mensen soms dat dat viezigheid is. Bijen vieze poten hebben of zo, maar dat is natuurlijk flauwekul. Bijen zijn zeer hygiënisch. Hebben nooit vieze poten. Dat bruine is propolis. Dat is om de cellen... Of om, weet ik niet, maar dat versterkt de cellen, versterkt de was en dat zorgt ervoor dat er een soort communicatienetwerk ontstaat op het raam. Een soort communicatienetwerk ontstaat op het raam waar trillingen goed op worden doorgegeven, want wij hebben geen gehoor, wij hebben geen oren. Daar loopt mijn koningin. Je ziet dat ze eigenlijk niet naar beneden wil. Want ze ruikt geen broed. Ze is eigenlijk op zoek naar de broed. En ik kan ze niet meer vinden. Zo. Kantraam. Kantraam. Hop, lekker.
beetje aan de kant, anders word je geplet. Krijg je hoofdpijn, dat willen we niet. Zo. En dan andere ramen. In de broedaflegger. Die moeten we daar ook gelijk voeren, want die hebben en geen vliegbijen en weinig voer. Wat je dan ook kunt doen is, maar ja, die honingkamer is erg licht, dus dat schiet ze niks meer op, om eens een honingkamer op de broedaflegger te doen. Zo. Om één honingkamer op de broedaflegger te doen, met een beetje honing, dan hebben ze natuurlijk ook goed wat te eten. Dan kan hier de deksel weer op. Hier doen we de deksel op. Dus de volgende voer, volgende shotje met voer. Nee, het is gezeten. Nee. Het volgende shotje met voer kunnen we natuurlijk gewoon in de honing in de voerbak geven als deze de donderdag tussenuit worden gehaald. Want dan zijn al die bijen naar beneden. Dan komt die voerbak gewoon op het volk en dan krijgen ze nog een keer 6, 7 liter. Kijk even hoeveel er dan opgeslagen is of en hoeveel er dan uitgebouwd is. Dus kun je een beetje inschatten hoeveel ze dan weer nodig hebben. Maar uiteindelijk moeten ze natuurlijk altijd 5 kilo voer minimaal in het volk hebben. Dus ik moet nog zeker 2 of 3 keer voeren, vooral als je dun voert. Nou, dat was de eerste stap voor de TBE.